is vandaag 31 december 2018. Mijn naam is Chris, dit is het Game News. Welkom op deze oudejaarsdag 2018. En waarschijnlijk hoor je af en toe op de achtergrond een paar knallen. Die kan ik niet uit editen, sorry, daar kan ik niks aan doen. Ik zit hier ook op een andere locatie. Ik ben namelijk op dit moment bezig met een studio maken hier voor Game News. Met greenscreen en zo. En dat werkt allemaal wel oké. Het probleem is alleen dat ik echt vreselijke kutverlichting heb. En ik heb softboxen besteld. En die komen pas 2 à 3 januari binnen. Dus dan kan ik daar naartoe verhuizen. En dan hoop ik dat jullie in ieder geval heel erg tof gaan vinden. En ik vond het toch wel belangrijk eigenlijk om deze video nog vandaag online te krijgen. Er staat nog wel wat nieuws in wat ik met jullie wil delen natuurlijk. En we gaan gewoon eventjes over naar het eerste nieuws van vandaag. We gaan namelijk beginnen met de PlayStation Games van de maand januari. Zoals jullie weten kan je elke maand gratis PlayStation Games downloaden. Ook op de Xbox. Nou, die Xbox heb ik al vorige week vermeld. Nu is de beurt dus in ieder geval aan de PlayStation. En vanaf 1 januari, of in ieder geval begin januari, kan je gratis downloaden op de PlayStation 4 de game Steep en Portal Knights. Ook kan je op de PlayStation 3 de games Zone of Enders HD Collection en Amplitude downloaden. En daarnaast op de Vita kan je gratis downloaden Fallen Legion, Flames of Rebellion en Super Mutant Alien Assault. Dan weer wat nieuws over Bethesda. Ik heb al vaker wat gezegd over Fallout 76. Hè, dat sommige dingen niet helemaal lekker zijn in de game. En dat de game, het lijkt wel of hij niet helemaal af is, om zo te zeggen. Daar ga ik trouwens nog wel een aparte commentary over maken. Dat vind ik wel leuk om te doen, want het is natuurlijk niet alleen Fallout 76 die dat probleem heeft. Bethesda is dus nu weer nieuw in het nieuws in verband met cheaters. En ze bannen cheaters. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke goed dat het gedaan wordt. Het is ook fucking irritant als mensen de game modden, hè, zoals dat heet. En hè, dat ze gewoon eigen dingen kunnen toevoegen. Nou ja, bij sommige Bethesda games kan je dat doen, maar ook bij bepaalde games kan je dat dus, mag je dat dus niet doen, zou ik het zo zeggen. Nu zijn er dus ook cheaters op Fallout 76. Nou ja, die worden meteen geband. Hartstikke top natuurlijk. Maar ze hebben een oplossing ervoor ook nog. Nou ja, wil je een band worden, dan moet je een opstel gaan schrijven. Ja, ik voel me toch al een klein beetje hier in de kleuterklas gezet worden. Maar oké, ze willen dus een opstel hebben. En dat opstel moet dus gaan over waarom het gebruik van third party cheat software nadelig is voor het ecosysteem van een online game. Ik weet wel wat er staat. Maar ik kan me best voorstellen dat heel veel mensen niet begrijpen wat er staat. En ja, weet je, cheat is cheaten. Bannen dus gewoon die handel. Bij elke game mag dat van mij gedaan worden. Of het nou bij Fallout 76 is of bij Call of Duty. Gewoon niet cheaten. Het is toch zo simpel. Het lijkt me trouwens voor mezelf, hè. Ik moet je eerlijk zeggen, ik zou cheaten nog eens leuk vinden. Soms geeft toch, ook bij Call of Duty, geeft toch een bepaalde kick als je iets haalt. En niet dat je dat cheatend moet doen. Heel erg raar. Maar ja, deze oplossing, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het een beetje kinderachtig. We hebben natuurlijk het afgelopen jaar heel vaak over Fortnite gepraat. En ja, er zijn wat geschatte winsten bekendgemaakt van Epic Games. De makers natuurlijk van Fortnite. Ze hebben namelijk over het afgelopen jaar, geschat dus, $3 miljard verdiend. Alleen, het grappige is wel natuurlijk, Epic Games heeft natuurlijk meerdere games. Waaronder bijvoorbeeld Gears of War. Maar ze hebben ook ze hebben uitgerekend wat alleen Fortnite voor hun verdiend heeft. 2,557 miljard dollar, dus 5/6 van het bedrag is alleen al uit Fortnite gekomen. En het grappige is natuurlijk wel, Fortnite is gratis, hè? Fortnite Battle Royale is gratis. En de meeste mensen hebben het natuurlijk ook. Maar ja, je kan natuurlijk zoveel dingen online kopen. Je hebt de Battle Pass natuurlijk. Je hebt alle poppetjes die je erbij kan kopen. En alle weet ik veel dansjes die je erbij kan gaan kopen. Ja,
dat veroorzaakt er gewoon voor dat je gewoon eigenlijk een gratis game kan uitbrengen en dan toch extreem veel geld mee kan verdienen. Het zou me niks verbazen als in de toekomst gewoon dit soort games vaker uit gaan komen. Nou ja, is er een negatief puntje te vertellen over Epic Games? Ja, die is er, want ze worden namelijk aangeklaagd door meerdere personen waarvan zij dansjes hebben gestolen. En deze natuurlijk in Fortnite Battle Royale hebben geïmplementeerd. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen natuurlijk. Dat zien we allemaal volgend jaar. Voor nu, $3 miljard winst. Boek maar over. Dan is de game Persona 5 eraan gekondigd. En ik zet in ieder geval een linkje in de beschrijving naar een trailer daarvan. Een minuscule trailer is het eigenlijk. En ja, het is Japans, dus geen idee wat ze allemaal zeggen. Maar net zoals ik nu zeg van geen idee wat ze allemaal zeggen, is het eigenlijk ook best wel onduidelijk wat het nou precies voor versie is. Is het gewoon een Persona 5 met extra content of is het toch een hele nieuwe game? Dat weten wij nog niet en dat gaan we zien in de komende maanden. Meer erover dus later. Dan gaan we over naar het laatste onderwerp van dit jaar, kan ik wel zeggen. Dat zijn natuurlijk de hashtag Game News Awards 2018. Hè. Ja, wat is nou de beste game van het afgelopen jaar? Jullie konden dat gewoon insturen. De winnaar, ja, die krijgt een €10 giveaway kaart die je kan besteden op je console na keuze. Steam, Xbox of PlayStation. Jullie hebben allerlei games ingestuurd en ik moet je eerst zeggen, toch wel een hele lijst met allemaal verschillende games. Hè? Dan ga je terugkijken op dit jaar en denk je, wat is er eigenlijk nou allemaal uitgekomen? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, als ik nu zou zeggen, nu weet ik het natuurlijk wel, maar als ik toen zou zeggen van, noem eens 5 games, zou ik het misschien nog wel eens wel moeilijk hebben met, wat is nou echt een leuke game die uitgekomen is het afgelopen jaar. Maar jullie hebben toch een heel grote variatie in games naar mij toegestuurd. Heel erg tof natuurlijk om te zien, ik zeg maar wat, een Spyro zelfs, een Celeste, God of War, Forza Horizon 4, Tomb Raider, Just Cause 4, The Crew 2, Spider-Man, Far Cry 5, Detroit Become Human, Monster Hunter World, PUBG. Niet helemaal eerlijk, want die is natuurlijk volgens mij al een jaar eerder uitgekomen, maar oké, op de console, het klopt wel. Pokémon, Assassin's Creed, Sea of Thieves, Fallout. Wat is nou de top 5 van het afgelopen jaar? Degene die er tussen dichtbij zit, die krijgt dus de €10 giveaway kaart. Nou, op de 5e plek is geëindigd met 19 punten. 2 punten meer trouwens dan de nummer 6, maar ja, die valt net erbuiten. Dat was trouwens God of War. De nummer 5, Spider-Man. Natuurlijk een PlayStation-only game. Een hele toffe game. Natuurlijk een superheld, hè? Spider-Man. Ja, ik kan er weinig meer over vertellen. Het is gewoon een hele toffe game. Ook om te zien en ook om te spelen. Op de 4e plek. En ik moet je eerlijk zeggen, 1 puntje minder dan een nummer 3. Oei, oei, oei. Maar ja, deze game heeft wel heel veel punten gekregen van allemaal verschillende mensen. 1 puntje, 2 puntjes, 3 puntjes. Elke keer dat, dan gaat het toch wel hard, hè, bij elkaar. Assassin's Creed Odyssey. Die heeft namelijk 22 punten en is op een mooie 4e plek geëindigd. Op de 3e plek, 1 punt meer dus dan de nummer 4. Battlefield 5. Iets wat ik toch al niet had verwacht, aangezien er toch heel weinig wordt naar buiten gebracht over Battlefield. En ik merk ook eigenlijk dat heel veel mensen het niet spelen. Dus ja, ik was toch best wel verbaasd erover dat hij toch bij mij 3e is geworden. Dan op de 2e plek. En 21 punten meer dan de nummer 3. En eigenlijk is dan ook, moet ik eerlijk zeggen, de nummer 1 ook wel bekend. Want die heeft natuurlijk weer 22 punten meer dan de nummer 2. Maar in ieder geval op de 2e plek met 44 punten is geëindigd Black Ops 4. En dat betekent dat op de 1e plek geëindigd is Red Dead Redemption 2. Toch nog kan ik wel zeggen, eigenlijk is het natuurlijk wel ook een game waar iedereen naar uitgekeken heb. Ik had persoonlijk 50-50 in mijn gedachten dat deze game wel zou gaan winnen. Normaal, het is gewoon een game inderdaad welke door iedereen verwacht wordt. Dus eigenlijk wel logisch natuurlijk.
Nou, in ieder geval gefeliciteerd Red Dead Redemption 2 met jullie prijs, zeg maar, jullie titel. Het dichtstbij zat één persoon. Er waren wel mensen die hadden meerdere antwoorden goed. Niemand had alles goed, hè, zeg maar, dan maar op de verkeerde plek. Niemand zat er ook echt heel dichtbij, behalve deze persoon. Die kon ik wel een beetje erin plaatsen. Je had er in ieder geval 4 uit die lijst van 5 goed. En ook qua punten zat het ook wel een beetje oké. Namelijk Gaming for Real. Jij krijgt de 10 euro giveaway kaart voor je Xbox, PlayStation of PC. Ik zou zeggen, stuur me eventjes een mailtje. vision1980@gmail.com of reageer eventjes op je eigen comment bij de vorige video. Kan ik even contact met jou opnemen via Twitter of Instagram of hoe je ook wilt. Veel plezier ermee. Nou, dan gaan we het jaar afsluiten, hè? Ja, in game news. Ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken natuurlijk van afgelopen jaar. We gaan vet knallen in 2019. Ik zou zeggen, voor de laatste keer in het jaar vraag ik aan jullie een like voor deze video. Sorry voor deze gematigde studio. In dit geval komt heel veel mooie dingen aan. Dankjewel voor het kijken. Tot volgend jaar. Later. To the B-side.